Waar moet ik op letten bij het kiezen van een condensor? Geen zorgen, Nissens experts staan voor je klaar. Kijk eerst naar de verpakking. Sommige onderdelen leggen honderden kilometers af voordat ze bij jou in de werkplaats belanden. Onderweg zijn er magazijnen, pakketsorteerfaciliteiten en een bezorger die altijd haast heeft. Kijk hoe Nissens het doet. Het karton is stevig en robuust en de condensor beweegt niet binnenin. Dit garandeert dat het artikel onbeschadigd bij je aankomt. Dit is essentieel, want condensors zijn behoorlijk kwetsbaar en kunnen gemakkelijk beschadigen. Dit is wat ik het leukst vind aan Nissens producten. Alle First Fit condensors hebben extra dingen, zoals oorringen of koppelpennen. Je hoeft niet elders te zoeken naar deze onderdelen en je kunt meteen overgaan tot de installatie ervan. Een belangrijk punt dat veel fabrikanten vergeten is de bescherming van de aansluitingen. We willen dat het nieuwe onderdeel perfect schoon is en dat er geen onzuiverheden in kunnen komen tijdens transport en installatie. Daarom moet je deze beschermdoppen alleen verwijderen als je zeker weet dat het onderdeel in het voertuig wordt geïnstalleerd. Nissens levert er uitstekend werk mee. Laten we verder gaan met de technische zaken. Hier heb ik een speciaal condensorontwerp met een oliekoeler aan de onderkant. Iedereen weet dat de afmetingen van de condensor essentieel zijn, omdat we willen voorkomen dat we moeten gaan knoeien met aanpassingen na installatie. Nissens produceert alle onderdelen volgens de afmetingen van het originele onderdeel. Hetzelfde geldt voor de aansluitingen. Er zijn veel goedkope alternatieven op de markt. De fabrikant van de condensor kan in eerste instantie besparen op aluminium. Als je opheldering wilt over je aankoop, vergelijk het dan met het originele onderdeel. Ik tel altijd het aantal kanalen en controleer de dikte van de elementen. Waarom? Omdat ze een directe invloed hebben op de prestaties en duurzaamheid van het hele systeem. Iets anders is corrosiebescherming. Na een jaar lang gebruik en contact met strooizout ziet onbewerkt, onbeschermd aluminium er zo uit. Je kunt het niet repareren en het moet worden vervangen. Nissens plakt een Long Life sticker op zijn producten. Dit betekent een lange levensduur voor het airco-systeem omdat de condensor wordt beschermd met een anticorrosieve poedercoating. Kortom, je moet de condensor vervangen als hij vervormd of mechanisch beschadigd is, als hij lekt of als het oppervlak van de condensor vervuild is, waardoor de warmteuitwisseling en de luchtstroom worden belemmerd. Bovendien moet je de condensor altijd vervangen nadat de compressor is doorgebrand en oververhit is geraakt, omdat onzuiverheden na het vastlopen de zeer smalle kanalen verstoppen waardoor spoelen onmogelijk wordt. Als je meer wilt weten over condensordiagnose, nodig ik je uit om deze op het Nissens Experts platform te bekijken. We delen onze deskundige kennis graag met je. En misschien heb je ook wel wat inzichten over het onderwerp. Aarzel niet om die met ons te delen. We belonen de beste tips met de professionele apparatuur die ik gebruik. Vind meer technische verhalen op nissens.com/experts.